Dag Paul, hey. Alles goed? Goed hier geraakt? Geen problemen gehad? Absoluut geen probleem gehad. Heb de nodige testen gedaan en zo. En door de controle zag ik het normaal. Ja, het heeft langer geduurd, maar het ging perfect. Ja. Ja, ja. Ga je alle drie de matchen doen? Ja, alle drie. Ja. We gaan proberen ze allemaal te doen. Ja. Maar het zal blijken wat kan en wat niet kan met de huidige coronawetgeving. We gaan ons proberen aan de regels te houden, uiteraard. We zullen zien wat de versoepelingen allemaal betekenen en tot waar we geraken. En Kopenhagen, dat gaat lukken? Kopenhagen, ja, we gaan ons quarantaine doen en dan onze PCR-testen. We gaan daar naartoe. Ja. En wat verwacht je ervan van de Duivels? Vanavond? Vanavond, over heel toernooi. Over heel toernooi denk ik toch wel dat we top 4 waardig zijn. Ja. Ja, en we hopen natuurlijk altijd voor eens een keer een trofee mee te kunnen pakken. Hè. Ja, ja, ja. Daar gaan we voor, daar moeten we in geloven. Maar ja, er zijn nog wel sterke kandidaten. Ja. Frankrijk, Engeland, Italië. Het zal van de vorm van de dag afhangen en een beetje geluk zou ik altijd. Ja. Ja. Maakt u zorgen over de blessures? De Bruyne, Hazard, Witzel? Ik denk dat wij een hele brede kern hebben dat ze dat wel kunnen opvangen. Uiteraard met onze toppers erbij zal dat altijd nog iets meer zijn. Zolang dat we ze maar hebben later in het toernooi, denk ik wel dat we de voorrondes gaan. Dus toch een coole fase gaan door Sparta. Is het de eerste keer dat je het toernooi doet? Of, Nee, we zijn sinds het WK. Brazilië doen we elke grote competitie uit. Brazilië, wat was het allemaal? Rusland, ook TK Frankrijk, nu TK hier en dan Qatar is het volgende. Ja. En de speciale omstandigheden nu wel, is het heel anders voor jullie? Of? Het is heel anders, we zijn bij veel minder. We zullen u straks zien op de fanmark met hoeveel dat we zijn. Ik dacht rond de 400 of zoiets, 460 maximum. En nog wat uitgenodigden, maximum 600. Ja, dat is anders dan anders, normaal zijn we met duizenden. Hè. Dus ja, het zal anders zijn, maar het zal ook voor de tegenpartij anders zijn. Dus. Ja, de sfeer maakt dezelfde. Gaan jullie de sfeer kunnen maken? Gaan jullie te horen zijn tussen die 30.000? Ja, we gaan wel ons best doen. De keren is hier, dus het zal wel lukken, denk ik. Oké, bedankt. Dank je.